Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. Ik ben helemaal in mijn upje, maar dat geeft niet, want ik ga er een hele leuke video van maken. En ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden. Zoals jullie zien ben ik op een plek waar we flink mee aan de bouw zijn. En dat is namelijk bij de studio's. We gaan de studio nog wat mooier maken. We gaan paden wat meer afronden, zoals we eigenlijk het hele park doen. Maar omdat de studio eigenlijk een beetje op nummer 1 staat bij onze prioriteiten, ben ik dus hier een beetje aan het helpen. Samen met Leroy en met Eikhoek. Eigenlijk gewoon het hele team van Disneycraft is eigenlijk volledig bezig. Een groot deel aan de studio. Niet iedereen is bezig. We zijn ook gewoon bezig met gewoon de map. Maar hier zo is een attractie weggehaald. Als jullie het weten, zet het onder in de comment welke attractie hier stond bij de Toontown Studio. Ik denk dat heel weinig mensen het weten, omdat je eigenlijk een plek is waar je niet mag komen. Maar als je VIP bent, dan kon je weten welke attractie hier staat. En laat het weten in de comments. Het is niet echt een naam voor een attractie, het was meer geef een beschrijving wat de attractie was. Lijkt me heel leuk om dat te kijken of jullie dat kunnen herinneren als je kon vliegen in de server. Nou, wat ik hier ga doen, ik heb onderin mijn inventory heb ik een aantal blokjes geplaatst. En die blokjes houden in dat ik iets ga maken. Ik heb namelijk een aantal keren een aflevering, een oude aflevering gekregen van Disneycraft. En dat houdt dus in dat je dan 1.0, de map van Disneycraft 1.0 ziet. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar ik vond het wel een beetje, ik schaam me een beetje. Omdat het, ja, vroeger was het heel mooi in mijn ogen en ook in heel veel andere ogen. Maar ik ga gewoon eens een Main Street huisje maken die toen werd gebouwd in die tijd van 1.0, zeg maar. Dat was eigenlijk in het begin van Disneycraft. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Want ik ga gewoon mijn best erop doen om het zo goed mogelijk na te bouwen van 1.0. Een beetje een idee. We hebben een resource pack. Ik moet eigenlijk de resource pack uitdoen. Waarom? Dat ga ik je nu vertellen. Vroeger was er nog helemaal geen resource pack. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je een beetje, oh, ik doe het zelfs helemaal verkeerd. Vroeger had je geen resource pack en waardoor je dus waar we eigenlijk met wol bouwden omdat klei nog ineens bestond. Nou, we maakten ook dik glas. We zetten een deur neer. Nou, we deden hier nog eens een streep zo. En ik ga nu een Main Street huisje maken wat we vroeger hebben gebouwd in 1.0. Nou, een paar buttons. En dan het dak. Dat was heel grappig. Dat liep namelijk op deze manier. Zo, dit was een Main Street huisje. Nou ja, het ziet er hartstikke leuk uit. Ik bedoel, ja, hè? Het oog al iets. En dan hier had je een pad of zo, weet je wel. Zo. Nou, nu wil ik eigenlijk hetzelfde idee gaan maken, maar dan in een huisje van wat we nu maken. En dan kunnen we een beetje het verschil zien misschien. Ik ga het wel zo, ja, dit is wel een beetje nagebouwd naar wat ik kan herinneren. Misschien had hij nog wel een punt op of zo. Zoiets. Dat maakten we ook nog wel eens, hoor. Kijk, zo, dat je zoiets had. Wauw, dit is prachtig. Kijk, schitterend. Gewoon het dak en de muren, alles is één kleur. Nou, dan gaan we nu proberen om een huisje na te maken in de 2.0. Nou, dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Moeilijk bedoel ik. Omdat we natuurlijk een hoop hebben gedaan. In ieder geval werken we met glas voor die diepte. Daar hebben we natuurlijk altijd met zulke dik glas gewerkt. Maar dat was ook natuurlijk omdat je dat dunne glas nog niet had bij 1.0. Nou, en meestal werkten we ook met een aantal kleuren. En wat ik nog ben vergeten in mijn inventory toe te voegen, dat is het dakje. Want we maakten ook natuurlijk altijd dakjes. Nou, laten we dat even van deze pakken. En laten we iets pakken van, nog niet, nee, dat doen we dadelijk. Nou, kijk, dan maak ik dit zo. Zo, dan gaan we even een dakje maken. Dan gaan we dadelijk het verschil zien tussen een huisje van toen en nu. Dat leek me leuk om dat te doen in deze aflevering. Gewoon puur omdat ik samen met heel veel crewleden oude afleveringen heb gekeken van Disneycraft. En dat we eigenlijk, dat het zo is aangepast allemaal, dat het zo is veranderd. Dat we zoiets hebben van, nou ja, het is gewoon bizar eigenlijk hoe ver het is veranderd. Wat zal ik eens doen? Levers misschien. En misschien dat we eventjes een deurtje hier kunnen plaatsen. En nou, zoals je ziet is het al, ja, oogt het al wat iets beter. Het is in mijn zin nog niet helemaal heel mooi. Maar ik ga het proberen een beetje leuk te maken. Ik zou nog een beetje van die kwarts kunnen gebruiken. Die kunnen aan de zijkanten doen. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Ik ga het gewoon eens proberen. Zo. Dat je een beetje, zo. Ja, het is gewoon iets anders. Misschien kunnen we hier wat neerzetten zo. En misschien kan ik wel iets met stoompilaartjes doen. Want dat doen we ook nog wel eens. En dan pak ik ook een fence erbij. No fence tegen de fence. Maar ik pak er gewoon een fence bij. En dan doen we dit. Zo. Misschien kunnen we even kijken. Hier wel even iets van groen doen. Dat het een beetje groen eruit ziet. Zo. En dat we hier nog een raam maken. We hebben al twee ramen. Ik kan op zich dit even dicht doen zo. Kijk.
En misschien kunnen we hier nog wel iets doen van een 2 item frames of zo. Ik noem maar wat. Zo. Kijk eens. Nou, dit is dan het verschil een beetje tussen wat we hebben gemaakt vroeger en wat nu is. En dan zie je dat het wel erg verschilt. En wat we dan ook wel eens doen, dat is wel iets leuks. Dan kan je bijvoorbeeld, als je het een boekenwinkel wil maken, dan kunnen we een beetje die 3D look geven. Dus meestal bouw ik dan één blokje naar achter. Zo. En dan kunnen we een beetje, als we black wall pakken, dan zet ik dat voor de deur. Zo, dat het donker lijkt. En misschien zou je hier ook nog wel dark black wall kunnen zetten. Maar je zou hem ook af kunnen sluiten. En dan zou je in principe naar binnen kunnen kijken. En dan zie je dus dat de boekjes binnenin te vinden zijn. Zie je het? Of je zou iets anders ervoor kunnen zetten. En zo oogt het wel wat beter al. Leuk, gezellig. Nou, leuk om te weten. Ik dacht, ik laat het gewoon even zien. Is die goedgekeurd, Floor? Mooi. En bij jou ook, Duke? Is die goedgekeurd? Oh, tof. En bij jou, Robin? Is die ook goedgekeurd? Oh, mooi. Nou, ik ben blij toe dat er wel een duidelijk verschil is. Maar dit was serieus heel mooi. En dan ook dat gewoon ja, in het volgende huisje, dat kan je wel raden. En dan maakt het natuurlijk yellow. Ja, jullie weten, als je echt Disney kan hebben gevolgd, dan weet je het allemaal. Nou, dan kwam het volgende huisje. Nou, dat maakten we met een grote deur in het midden of zo. Dan had je zoiets als dit. En dan hier zo'n deurtje. En dan had je een rij met glas. Nou, de volgende rij was ook een glas. En ja, ik kan het nog echt wel herinneren hoor. En dan had je het dak. Misschien was het een keer een andere kleur. Misschien maakten we eens, even kijken. Pakken we even een leuke wolkleur. Wat is een hele lelijke wolkleur. Ik denk gewoon lekker wit. We gaan gewoon wit pakken. Iets wat er niet mee matcht. Kijk eens. Dit zijn de daken hoor. Dit zijn ze. Kijk eens. En dan natuurlijk dat hele dikke glas. Dat plaatsen we dan erin zo. Zo. Kijk, dit was Main Street 1.0. Het lijkt een beetje op een Toontown, weet je wel? Of zo'n beetje Lego-idee. Dat het echt zo, ja, Lego-blokjes zijn. Het zijn er ook wel. Ik zie Minecraft ook af en toe wel als Lego, hoor. Als ik eerlijk ben. Gewoon dat het kleine Lego-blokjes zijn die op elkaar stapelt. Nou, ik haal dit even stiekem weg. En zoals je ziet... ik moet wel de tweede positie goed zetten. Anders gaat hij niet weghalen, zo. Nou, dit bestaat niet meer. Als het goed is, ploppen die itemframes ook uit de lucht. Ja, ze zijn er niet meer. En zoals je ziet kunnen wij wel eventjes een stukje door de studio heen gaan. Om te laten zien wat er nieuw is gebouwd vanochtend. Ik heb vanochtend dit met iCook Bacon gemaakt. En zoals je ziet was dit natuurlijk het Toy Story plein. Jullie kennen het wel. En dit liep naar achter, helemaal naar binnen. Dus je kan je herinneren dat dit hele bruine gedeelte... Dat helemaal hier doorliep. Helemaal naar achter hier zo. En dat het helemaal tot hier aan toe naar achter liep. Wat hebben we gedaan? We hebben dit gekopieerd en geplakt op deze kant. We hebben iCook Bacon heeft het afgewerkt hier zo, deze hoek. En het is dus daarom smaller geworden. En dit hoekje heb ik dan afgewerkt. Maar zodat je dus hier een ingang hebt voor het Toy Story restaurant, zoals je hier ziet. Zonder niet alle tekstjes zijn geladen, zie ik in de verte. En hier zou je dus naar binnen kunnen om hier nog even wat te kunnen kijken of loeren. Misschien kan je ook wel via hier naar het restaurant. Misschien zit hier wel een stukje dat je in de Toy Story attractie kan kijken. In ieder geval, dit loopt ook samen. Nou, het Sprookjesbos zijn we ook mee bezig. Want die heeft natuurlijk ook een prachtige attractie. En die wil ik even aan jullie laten zien. Welke attractie? Namelijk Lady en de Vagebond. En Lady en Vagebond heeft Biebster gemaakt. En dit heb ik ervan gemaakt. Nou, dit is eigenlijk heel simpel om uit te leggen. Het was... Sorry. Het was een decorstuk wat zo eruit zag. Nu laat ik het ook even zien aan jullie. Als ik het even kopieer. En dan zet ik het gewoon even op een willekeurig plekje neer. Dan kun je ongeveer een idee krijgen van hoe en wat. Even dit wegslopen. Weg, 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 weg. Kijk, heb ik het goed gekopieerd? Ja. Laten we zeggen hier zo. Kopie. En zo. Dan gaan we hier naar boven toe. Dan gaan we even naar dat plekje toe waar we net waren. Daar zo. Let op wat ik ga doen. En dan ga ik uitleggen hoe je dat het beste kan aanpakken. Nou, ik ga hem pasten. Alsjeblieft. Nou, dit was het decorstuk wat Jeffrey had gemaakt. Nou, dat ziet er hartstikke leuk uit. Alleen het is een beetje kaal als je hier mensen doorheen laat lopen. Dus, wat hebben we gedaan? Ik heb goldblocks gepakt. Zo. En ik heb gewoon gedacht van, wat nou als mensen... Dit mogen ze niet zien. Dit is allemaal decor, dat is allemaal niet mooi. Wat nou als we nou hier een bergje maken zo? En dat doen we ook hier aan de zijkant. Want dit moet allemaal weggewerkt worden eigenlijk, die zijkant. Dus je moet dit sowieso met gold doen. Dadelijk gaan we die gold replacen. Dus vergeet niet dat ik dat gold natuurlijk weghaal. Nou, hier heb je nog een stukje steen over. Dat is mooi. Zo. En stel je voor, we maken hier een begin van een grot. Zo. Prima.
Maar dan maak je ook dat huisje wat daar op de hoek staat, dat maak je dan op die grot. Dus laten we zeggen, we maken hier een plateautje. Zo. En even kijken, dat huisje maken we gewoon wat dikker. Dus laten we zeggen, we bouwen hier nog wat aan. We maken hier dit af. Zo. Kijk. En die achterkant, die kunnen we misschien ook wel zo op die manier maken. Huppakee, we doen dus gewoon gek. Zo. Hoppakee. En dan doen we deze in die kleuren. Zo. Nou, stel je voor, we gaan dadelijk gaan met replace en dan zie je het verschil. Maar dan zie je wel hoe leuk het wordt. Kijk, laten we zeggen, we doen dit al eventjes selecteren. Zo. En we doen replace gold met stone. Stone brick misschien. Of cobblestone. En 195.9. Nou, dan zie je dat het in ieder geval leuk er oogt. We gaan de slabs pakken, want dan moeten we de afwerking doen. En ik kan ook eventueel van die stone pilaartjes pakken, weet je wel. Nou, stel je voor, we maken het hier een beetje zo. Zo. En zo. Nou, kijk eens, je komt hier binnen zo. Het is nog niet heel mooi, omdat het nog niet echt een grotgevoel geeft. Maar zo heb je wel een afwerking van de zijkant. Want als je dit zo zou zien, even kijken als F1 doen. Zo, dit ziet er toch best wel heel erg leuk uit. Nou, dat kan je dus ook aan de andere kant doen. Aangezien hier als je ziet dat ik hier al een stukje heb gemaakt van de grot. Zou je dus ook daar de grot kunnen doen. En die zou je dus die kant op kunnen laten gaan. Maar je zou hem ook deze kant kunnen laten opgaan. En dan heb je een soort van scène gevoel bij dit. En dat hebben we gedaan dus bij wat je daar ziet. Netjes weer achterlaten, mensen. Ik kan wel alles gaan slopen en zo. Oh, ook al gaten. Daar ben ik nog mee bezig met het pad. Dit was dus, ja, als je het weet. Ja, alleen de VIPs weten het. Maar dit is trouwens. Oh, ik moet trouwens even mijn texture pack weer terugzetten. Want dit ziet er niet mooi uit. Wacht even. Misschien een beetje raar, maar we hebben zeg maar het wol een klein beetje aangepast. Zodat het wat iets mooier eruit ziet. Ik denk wel als je zeg maar de klei naast het wol zet. Dat je wel toch wel een klein verschil ziet. Want dit is dan. Wacht even. Dit is dan de klei. Zie je het? Je ziet wel dat we de wol wel een klein beetje dat wol idee hebben gemaakt. Wel wat mooier dan de oorspronkelijke wol. Maar je ziet wel dat de kleuren zijn wel anders. Dus je kan nog meer variëren. Dat is expres aangepast in de resource pack. Leuk om te weten misschien. Nou, zoals je ziet is dit het sprookjesbos. Sprookjesbos zijn we eigenlijk met z'n allen druk mee bezig om dat allemaal custom trees te maken. Want dit zijn allemaal arrow tool trees. Om het zo te zeggen. Dus dat zijn bomen die klik je met één knop. Klik je die aan en dan wordt die geplaatst. En dit is dan een voorbeeld van een custom tree. Dit is al een heel grote. Want die komt echt ver boven deze scène uit. Dat is misschien niet zo heel mooi. Maar het zou wel passen bij het sprookjes idee. Omdat het natuurlijk in een sprookjesbos ligt. Nou, zoals je ziet wat ik net heb gemaakt. Heb ik hier dus aangepast. En wat je ook kan doen is af en toe grasblokken neerzetten. Dus laten we zeggen hier plaats ik een grasblokje. En dan zet ik daar een plantje op of zo. Je zou kunnen zeggen een tulpje. Een tulip? Een tulip? Dan zetten we een tulip neer. En hier ook nog een tulip. Kijk, je hoeft natuurlijk niet op elk grasblok iets neer te zetten. Je kan ook gewoon een droog glasblokje. Nou, zo zie je het dat het leuk gevarieerd is. Kom je eruit en dan kom je weer in. Misschien wel in een andere scène zoals je hier ziet. Maar deze is nog misschien niet helemaal afgebouwd. Volgens mij is het van die drie biggetjes. Dat die wolf komt en die komt die huisjes opblazen. Omverblazen, weet je wel. Dit huisje is gemaakt van hooi. En de wolf die blies het zo omver. Is dat niet dat sprook? Ik weet het niet. In ieder geval, het is wel iets met drie biggetjes, denk ik. Ik weet het niet zeker. Er zou eigenlijk drie varkentjes moeten neerzetten hier in het gebied. Nou, hier is een leuk boompje. Dit is trouwens ook een typische arrow tool boom. Dit is echt een arrow tool boom. Zo'n dikke dark oak stam. Ja. Prima. Nou, deze scène is dus wel een beetje af. Kijk, dit zijn die stoompilaartjes die ik zei. Die zou je ook nog in de grot kunnen aanpassen. Zodat je een beetje. Kijk, dan heb je een beetje dat er dingen uitsteken, zie je het? Je zou hem ook daarbovenop kunnen doen. Kijk, dat maakt het al een beetje een ideetje. Even kijken hoor. Zou ik dit kunnen doen, zo? Ja. Het is maar, je moet maar wat neerzetten. Je moet er niet te veel bij nadenken. Nou, Tarzan staat hier ook. Mijn grote vriend Tarzan. En die schreeuwt eigenlijk de hele dag door om Jane te zoeken. Ik weet niet waarom die er zo uitziet. Maar het is wel echt een van de leukste Disney karakters om die zo aan te kleden als die gekke Tarzan. Alsof die zo'n kreet wil uitslaan. Nou, deze is ook nieuw. Nou ja, nieuw. Hij is aangepast. Ik ga even het hekje aanpassen hier ook. Een beetje breed maken. Zoals je ziet is het pad schuin. Dus ik heb ook de attractie sprookje een beetje aangepast dat hij wat meegaat met het decor. Dus ik heb hier uitgegraven waardoor het water hier met een beetje zand, dat het een beetje een strand idee is, want Stitch is natuurlijk een beetje het Aloha idee, dus een beetje dat Hawaii. Dus dan kan je wel een beetje met palmboompjes aankleden, het beste. En dit even afzetten voor de mensen die gaan freerunnen, zodat ze niet bij het decor in de buurt komen.
Want het zijn allemaal elektronica poppen. Die allemaal via draadjes lopen. En als mensen met de pootjes erachter blijven hangen. Dan willen wij, dat willen wij zeker niet. Nou, dit kan je zo laten doen. Prima. Dus hier kom je dus. En dat moet een golf voorstellen. Een golf. Mocht je denken van. Wat is dit voor raars? Dit is een golf. En deze golf. Die zit op Hawaii. Nou, prima. En het is ook leuk dat nu de grot heeft ook, of de berg heeft nu een dubbele functie. Hij loopt nu door aan de achterkant. Dus dan is, heb je een beetje een idee, dat oogt wel wat. Zo krijg je een beetje een scène idee. Nou, hier is Robbie mee bezig. Dit is dus de, wat staat hier eigenlijk voor bordje? Proefkus. Oh, vuurwerkproefkus. Prima. Dit is de nieuwe attractie in Dark Ride. En ik kan niet te veel ervan laten zien. Ik kan wel even het gebied zien waar het wordt aan de Wally vastgekleefd eigenlijk. Want dat is de Wally attractie. En dit is dan de... Ik ben de naam weer kwijt. Is het niet Alice in Wonderland? Ja, volgens mij wel. Ja. En je komt langs feestelijke bomen. Je komt langs paddenstoeltjes. En daar ga je dus de attractie in. Heel spannend. Want het is dus ook een buitenattractie en een dark ride. En het aparte aan deze attractie is dat er heel veel scherpe bochten in zijn gemaakt. Dus... Ja, ik vind het zelf onrealistisch, maar bij deze achtbaan, dit is niet echt een achtbaan, het is een dark ride bij deze attractie. Bij die karretjes kan dat, die scherpe bochtjes maken, weet je wel. En hier zie ik die slang. Kijk, dat is die slang. Of die, nee, die slang, dat is die rups. Die rups van Alice in Wonderland, leuk. Zoals je ziet maak je dus scherpe bochtjes overal omheen. En je komt elkaar een paar keer tegen, dus dat is echt, het is een ontzettend mooie dark ride aan het worden. En daar wordt nog steeds aan gebouwd. Leuk om te weten. Dit is allemaal vernieuwing voor in de toekomst. Nou, zoals je ziet zijn de studios ook flink bezig op de schop. En kunnen we nog wel iets leuks laten zien waar ik nu naartoe vlieg. Dat is ook geüpdate. En zo laten we een beetje met deze video de update zien van het park. Zodat jullie als bezoeker ook een beetje weten wat er afspeelt achter de schermen bij Disneycraft. Nou, zoals je ziet kennen jullie dit misschien nog herinneren. Dit was in zo'n plein wat rondliep. En dat gebouwtje, dat soort van ijskookkarretje stond hier in het midden. En die heb ik nu aan de zijkant geplaatst. Nou, wat is het dus? Dit is nog helemaal niet klaar. Daar hebben we de Tower of Terror natuurlijk. Dit is natuurlijk ook allemaal studio. Maar het lag een beetje achter de Toy Story. Maar het hoort toch wel bij de studio. Nu gaan we even terug naar het begin van de studio. Want wat je daar ziet, wat daar gebouwd was. Die gebouwtjes. Die staan dus ook. En dan gaan we even een volle vaart door die studio's. Stond namelijk hier zo aan de zijkant. En het is allemaal weg. Zoals je ook ziet met de bomen. Die allemaal custom trees worden. En zoals je ziet is hier ook een nieuw pad aangelegd. Kortom, er zijn superveel veranderingen. Vanaf de hub tot aan gewoon het hele park wat we doorlopen. Dus ja, ik weet zeker dat er nu gewoon geen vragen meer komen van wat wordt er gebouwd of wat voor gaat er nieuw komen. Er komen heel veel nieuwe attracties en dat is iets waar we op renoveren. En het unieke aan Disneycraft is dat het zijn verzonnen attracties gebaseerd van sprookjes van Disney. Dus ja, we kunnen nog een Finding Nemo attractie maken, een Frozen, een Big Hero 6, een Rapunzel attractie. En zo zijn er nog 50, 60 sprookjes waar je een attractie bij kan verzinnen. En bijvoorbeeld, dan hebben we wel niet de Aladdin loopattractie, hebben we ook wel weer een Jasmine attractie. Hebben we een Wraak van Jafar attractie. Hebben we de Grot van Jafar. En zo zijn er al 4 attracties op 1 sprookje. Dus je zou in principe 500 attracties kunnen maken. Maar dat past natuurlijk niet. We sluiten af bij Mickey. Ik hoop dat je een leuke video vond. Vergeet geen like achter te laten. En de volgende keer gaan we beloven om weer met de crew een leuke Disneycraft video te maken. En lekker door de Disney map te lopen. En misschien wel met één van jullie bezoekers. Dus ik zie je snel op het IP-adres play.disneycraft.nl. En ja, tot snel. Vergeet niet te abonneren binnen van het scherm. En tot de volgende keer. Doei doei!